Jotham, koning van Juda. Jotham, de zoon van Uzia, werd koning van Juda in het tweede regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaliah. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 16 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jerusha, de dochter van Sadok. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer en volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Uzia. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de Judeërs daar offers brengen en wierook branden. Het was Jotham die de bovenpoort van de tempel van de Heer bouwde. Verdere bijzonderheden over Jotham zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Het was in de tijd dat de Heer voor het eerst koning Rezin van Aram en koning Pekach van Israël op Juda afstuurde. Toen Jotham stierf werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburgt. Zijn zoon Ahaz volgde hem op.